De Manke is een vrede, brute komedie. Wat zich afspeelt op de Aran-eilanden. En dat is een eilandengroep ten westen van Ierland. En McDonagh toont ons een keur van kleurrijke eilandbewoners. Met ieder hun eigenaardigheden en hun tekortkomingen. En op dat eiland woont de manke weesjongen Billy. Die door iedereen op het eiland als pispaal wordt gebruikt. Behalve dan door zijn twee oude tantes door wie hij wordt opgevoed. En die zich tot ziekmakens aan toe zorgen over hem maken. Billy droomt van een leven elders. Hij wil wegkomen van de Aran-eilanden. En hij ziet zijn kans schoon als er een Amerikaanse filmploeg naar een naburig eiland komt om een documentaire op te nemen. Over het leven op de Aran-eilanden. De voorstelling gaat over verlangen naar een beter wereld. En erachter komen dat hij er misschien niet is. Het gaat ook over gevangen zitten in een mank lichaam. In een gemeenschap die helemaal geen enkele vorm van politiek correctheid kent. En dat is in zekere zin ook de aanspraak. En wat het stuk ook zo grappig maakt, is dat niemand een blad voor de mond neemt. Billy wordt constant manke Billy genoemd. Al zijn tekortkomingen worden constant benoemd. En niet omdat mensen wreed willen zijn, maar omdat ze zo met elkaar omgaan daar op dat eiland. Omdat je sterk moet zijn. Als je zwak bent, dan word je net zo lang gepest tot je sterk bent. Het probleem is met manke Billy, is dat hij zwak is en zwak blijft en niet sterk kan worden. En voor hem is de enige uitweg om daaraan echt proberen te ontkomen. McDonagh schrijft een prachtig verhaal, vol met plotwendingen en personages die in het begin heel goed leken, blijken aan het eind helemaal niet zo goed. En de grote slechterik, de roddelaar, blijkt aan het eind de grote weldoener te zijn geweest. In die zin speelt McDonagh een heel mooi kat-en-muisspel met het moraal. Wie is nou goed en wie is nou niet goed? En hij toont ons een wereld die helemaal niet zo gezellig blijkt te zijn als aanvankelijk gedacht wordt. De leugen regeert op het eiland. Iedereen liegt en bedriegt en niemand vertelt de waarheid. En veel mensen spreken kwaad over elkaar. En wat vaak erger is dat het kwaad ook vaak waar blijkt te zijn. In dit stuk vergrijpen priesters zich aan kinderen. Slaan politieagenten hun eigen vrouw kort en klein. Verkopen meisjes hun lichaam. En oude vrouwen blijken geen leuke oude oma's te zijn, maar eerder vuilgebekte dronkenlappen. In die zin is het geen gezellig volkstukje. Maar lijkt het veel meer op een film van Tarantino, waarin niemand God nog een bot kent. Maar het mooie van het stuk en de kracht van het stuk en wat het zo aanvaardbaar maakt eigenlijk, is de humor die McDonagh in zijn taal weet te leggen. Daardoor wordt het allemaal behapbaar en lachen wij, hopelijk met schaamrood op de kaken, om de onbeholpenheid van de personages, om de onbedoelde wreedheid, om hun agressie. En we bekijken de personages door de ogen eigenlijk van manke Billy. En dat is het enige personage wat normaal is, waar wij ons mee kunnen identificeren. En uiteindelijk krijgen we toch compassie voor al deze mensen op het eiland. En hopelijk herkennen we iets van onszelf in deze geweldige personages.